Welkom op mijn youtube-kanaal. Mijn naam is Kalle Wolters en wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de summer body, waar je op moet letten en dan ga ik je vooral tips meegeven hoe je dat het beste kunt aanpakken. Ga mee kijken. Rond deze tijd zou ik bij de sportschool alweer storm lopen. Waarom? Omdat de zomer alweer voor de deur staat en iedereen nog vlak voor de tijd ja, een zo goed mogelijk lichaam voor op het strand wil gaan creëren. Ik ga je vier punten doorlopen wat sowieso belangrijk is om daarop te letten. Punt 1: Sporten. Natuurlijk is sporten hierbij super belangrijk. Maar toch is het anders dan normaal. Voorheen ging je altijd naar de sportschool om je ei kwijt te raken in een uur, anderhalf uur. Maar helaas is dat nog steeds niet mogelijk. Hierbij raad ik je aan om sowieso 2 à 3 keer per week te gaan sporten. op je eigen lichaamsgewicht door middel van push-ups, sit-ups. of als je thuis een paar aantal gewichtjes hebt of banden kun je daar altijd mee aan het werk. Dus probeer dat qua routine erin te houden, om sowieso nog krachttraining te blijven doen. Wat je ook nog kunt doen, is conditietraining. Dus denk aan hardlopen, fietsen. Punt 2. Voeding. Uiteraard is voeding hierbij ook superbelangrijk. Een aantal video's geleden heb ik natuurlijk ook over voeding gehad, en nu ga ik er weer iets verder op in. Bij summerbody wil je uiteraard dat de vetpercentage zo laag mogelijk is, en wil je dat de Spiermassa toch blijft behouden. Bij het afvallen is het belangrijk dat je iets onder je caloriebehoefte gaat zitten. Dus als je een aantal weken nodig hebt om daar naartoe te werken, ga je precies kijken hoeveel kilo je daarin kunt afvallen. Maar natuurlijk is in 10 weken 15 kilo afvallen niet realistisch. Dus ga ook kijken wat realistisch is en wat je ook prettig vindt en op lange termijn is vol te houden. Nu zijn we aangekomen bij punt 3. Punt 1 en 2. Sport en voeding is bij de meeste mensen wel bekend dat dat belangrijk is bij je proces. Maar ook slaap slash rust is hierbij ook super belangrijk om je resultaat te behalen. 7 à 9 uur slaap op een dag nou, wordt geadviseerd. Hoe kun je je slaap optimaliseren is door minder alcohol te gaan drinken en dat je daardoor beter en dieper in je slaap gaat. Er zijn verschillende fases in slaap, ik neem je hierbij kort door. Je hebt vijf verschillende slaapfases. Fase 1 in slaapfase. Fase 2 lichte slaap. Je wordt niet meer van elk geluid wakker, maar als je toch wakker wordt, heb je nog het gevoel dat je goed hebt geslapen. Fase 3 is de overgangsfase naar de diepe slaap. Je ademhaling wordt regelmatig, je hartritme daalt en je spieren ontspannen. Fase 4 de diepe slaap. Als je nu wakker wordt, voel je verward en heb je tijd nodig om te realiseren waar je bent. En als laatste de remslaap. De remslaap volgt naar de diepe slaap en wordt ook de droomslaap genoemd. We zijn bij het laatste punt aangekomen. Punt 4. Stress. Misschien heb je het zelf al door bij jezelf dat je iets meer stress hebt als normaal. Het is ook geen normale situatie waar we in zitten. Dus het kan zijn dat je gewoon iets meer prikkels hebt als wat je voorheen hebt. Hierbij heeft natuurlijk voeding en sporten ook zeker een functie. Dus als je je voeding onder controle hebt en gewoon je beweging. Krijgt op een dag, zullen we er dan minder last van hebben. En als laatste wil ik je nog een tip meegeven. Ga niet in één keer alles veranderen. Dus ga niet in één keer van één keer sporten naar vier keer. Want is dat realistisch over een aantal weken, maanden of ga in één keer heel je voedingspatroon omgooien. Je hebt gewoon een vast patroon gecreëerd in je leven, wat gewoon maanden of jaren heeft geduurd, kun je niet zo in één keer veranderen. Dus gun jezelf die tijd. En Doe het beetje bij beetje. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit nou ook weer een superleuk filmpje? Ga dan even liken, delen en abonneren. Komt er komen nog super veel leuke dingen aan. Ik ben met Wouter. Gaan we weer een challenge samen doen? Uh, we hebben een aantal video's geleden heb ik een 10.000 calorie challenge gedaan. En nu is het echt tegenovergesteld. En dan gaan we. Nou, ik ga niet te veel zeggen. Je gaat wel zien. Gewoon abonneren.